Op deze plek bij het Schelderijnkanaal gebeurde vannacht dat ongeluk met die twee boten. En het enige wat je nog ziet van het vrachtschip dat gezonken is, zijn de markeringspunten. De achterste twee gele boeien, dat is de achterkant van het schip. En de voorste twee gele boeien, dat is de voorkant van het vrachtschip. Vannacht was het nog wel even spannend, want er zaten twee mensen op het vrachtschip dat er uiteindelijk zonk. Op aandringen van de kapitein van het passagiersschip zijn de twee bemanningsleden van het vrachtschip in een bijbootje gesprongen. En dat was op het juiste moment voordat het schip naar de bodem zonk. Het bergen van het vrachtschip duurt langer omdat er behoorlijk wat olie is gelekt. Dat moet eerst worden opgeruimd. Vannacht was de olie ook te ruiken in de omgeving. Ik kon de gasolie ruiken, ja. Wat is dat dan voor reuk? Echt benzinelucht? Ja, olie reuken, ja. Ja, even kijken. Het is rustig, dus als het ernstig is, dan is het natuurlijk heel anders. Hè? Hier zijn geen ongelukken, tenminste geen doden bij of zo. Wanneer het Schelderijnkanaal weer helemaal wordt vrijgegeven, weet Rijkswaterstaat nog niet. Ik zou het graag willen. Ik wil wat dat betreft ook zo snel mogelijk het kanaal weer vrij hebben voor de scheepvaart. Maar het is een belangrijke route richting Antwerpen. Klopt, het is een belangrijke verkeersader voor ons in het traject Rotterdam-Antwerpen. En iedere stremming moeten we minimaliseren wat dat betreft. Maar dan moet het wel meezitten.